Persrechter Alida Johans heeft na de uitspraak in de kortgedingrechtszaak tegen OW-minister Riad Noor Mohammed een uitleg gegeven over de uitspraak Staarneus tegen Noor Mohammed. Nita Ramcharan, hoofdredacteur van het Staarneus, heeft de zaak gewonnen. De rechter gaf aan dat de vordering van de minister is afgewezen. Er is beslist dat er geen sprake zou zijn van belediging zoals Noor Mohammed stelde toen hij de rechtszaak aanhangig maakte. De kantonrechter heeft de vordering van Noor Mohammed afgewezen. Daarbij heeft de kantonrechter onder andere overwogen dat de minister hoofdverantwoordelijk is voor wat plaatsvindt op zijn ministerie. Ze heeft niet aangenomen dat de uitlatingen beledigend zijn. En dat de eer en goede naam van Noor Mohammed zijn aangetast. Dat is een beetje in een nutshell de hoofdlijn. Dus de vordering is afgewezen. Ja, en de kantonrechter heeft geoordeeld dat er geen sprake is van een beledigende uitlating. In civiel wordt dat niet zo gemeld, in de strafsector wel. Maar er kan hoger beroep aangetekend worden, zeker. Ja. Binnen 14 dagen bij kortgedingen als de mensen aanwezig zijn. Ja, degene die hoger beroep wil aantekenen als hij aanwezig is. De rechter geeft verder aan dat de verliezende partij de proceskosten moet betalen. De rechtsgeleerde stelt dat de wettelijke grondslag in het procesreglement dat de partij die de zaak verliest de kosten ophoest. Hoe dat geschiet wordt ook berekend.